Salam alaikum, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe kookmutjes video. Vandaag ga ik een simpel gerecht maken, namelijk noedels met kip. Voor dit gerecht heb je nodig kippendijen, en die heb ik dan gesneden in reepjes, kruiden, olie, een hete pepertje, knoflook, ketchup manis, sambal, oestersaus, champignons, paprika, broccoli, noedels en rode ui. Eerst wat we gaan doen is de kip bakken en dan voeg je de kip toe samen met de kruiden en de olie. Dit meng je goed samen. Gaat de kip gaar bakken. En als je dat hebt gedaan, dan gaan we de kip apart leggen. We voegen wat olie toe. En dan komen gelijk de groentes erachteraan. En dit bak je nu voor een paar minuten. Blijf er wel bij staan om telkens te roeren. De groenten zijn aardig zacht. Nu gaan we de volgende ingrediënten toevoegen. Ik voeg even wat knor toe. Gebruik kipknor. Kun je ook weglaten. Kun je iets meer zout toevoegen. Voeg de ketchup manis, sambal en oestersaus toe. Bak de groentes tot ze zacht zijn en in de tussentijd kun je bezig gaan met de noedels. We gaan meteen door naar de noedels. Doe ze in een diepe kom en voeg het gekookte water toe. Dek het af. Ik gebruik gewoon een simpele bord. Doe de noedels in een vergiet en laat het water uitlekken. We voegen nu de laatste ingrediënten toe. De noedels en de kip.